Scherpenheuvel gewandeld hebben voor de club en voor een gratis toegangsticket. Scheidsrechter is Alexandre Bucco. En daar is Daarden. En daar is Daarden en daar is Christ en dan is het 0-1. En Sint-Truiden profiteert van een megafout in de Westel-defensie. Hier is Korsens niet echt lekker aangespeeld en dan een weggever. Daarden, Christ zoekt positie en schiet hem in het lege doel, want Verbouwheden was eruit. 0-1 Sint-Truiden, geen 35 minuten gespeeld. Goor op N'Golok, Sidi B. Op N'Golok, N'Golok met kans nummer zoveel voor Westerlo. En nummer zoveel is de goeie. Heel snel 1-1. Een minuut of 2-3 na de openingsgoal, de gelijkmaker. Sidi B op N'Golok. En N'Golok langs Verhulst. 1-1 dus. Frankie van der Elst en Sint-Truiden verliezen al een tweede geblesseerde speler. Daar straks Wim Mennes. En nu Ludovic Buissens. Hij wordt vervangen door het nummer 13, Sascha Kotic. N'Golok. Reinaldo. N'Golok neemt de bal op het hoofd, dan op de voet. Schitterende goal. Westerlo op 2-1. Het is een tweede van de avond. En het is een bijzonder belangrijk doelpunt. De goal die Sint-Truiden helemaal dood kan doen. Prachtig doelpunt van Evariste N'Golok. 2-1 Westerlo. N'Golok, Evraar, Sidi B. Helemaal dan. Krijgt de rode kaart. Stond hij even op Peter de Lorge. De verbazing lijkt me niet gespeeld. Op het uur dit. Staat inderdaad op de voet van. Hij gebaart dat het per ongeluk was. Daar komt invaller van Turnhout, aangespeeld door N'Golok. En dan gaat de bal op de stip voor een overtreding op Reinaldo. 73ste minuut. Dazeleren gaat er driest in. En raakt daarbij Reinaldo. Bart Goor tegenover Davino Verhulst. Heel rustig, overhoeks binnen. 3-1, nog 17 minuten.
Westerlo heeft het nu op een gouden blaadje liggen. Châtel, Rossini, Châtel, goede bewegingen. En ook die gaat op de stip. Overtreding van Farsi. En het begon al lichter al net buiten. Maar Alexandre Boucault laat de bal op de stip leggen. En Rossini zal hem trappen. Het is 3-2. En het kan nog allemaal natuurlijk. De petter. Reinaldo mag gaan. Reinaldo mag gaan. En hij kan de match doodmaken. Reinaldo naast. Onwaarschijnlijke misser. 8 minuten voor tijd. Wat gebeurt er met Chris die een bal in het publiek getrapt heeft? Die krijgt daarvoor de rode kaart. En dan is het 10-10. Voor wat er hier allemaal te zien was en mee te maken viel, heb je soms 3 wedstrijden in de Jupiler League nodig. Maar Westerlo wint hem. Deze eerste hele belangrijke in play-offs 3. Eindstand 3-2. Oui, le premier match dans le play-off 3 est pour vous un très bon match. Hein? Oui, c'est vrai que j'ai fait un bon match, mais dans l'ensemble, l'équipe a fait un très bon match aussi. Et on a été bien organisé, plus engagé que Saint-Tron et le résultat est là. L'atmosphère dans le stadion était aussi très positive. Hein? Ah ouais, ça vraiment je le reconnais parce qu'on a eu de très bons supporters aujourd'hui et on aura encore besoin de le prochain match. I think we played good today. We were good in the midfield, in the defense. Maybe we give one or two goals, but it was most of the time mistake of ourselves, I would say. In the first half, it was really good. We tried to make a combination. We create some chances. In the second half, it was the same. And I think we really play a good game. We deserve the 3 points. You got the red card, but to me, it was a bit exaggerated, the red card. Of course, I never did something on purpose in order to hurt somebody. I never did it. This is my fourth season here in Belgium, and I never get a red card. I get only yellow because I talk to the referee sometimes. But for that, to get a red card, it was a little bit too much, I would say. We leven nog, hè. We zijn niet dood. We hangen over de rand, maar we zijn nog niet aan het vallen. We gaan proberen, dus nu volgende week zaterdag. Vandaag was het een wedstrijd dat we niet mochten verliezen. Volgende week is er eentje die we absoluut moeten winnen. Dus daar zullen we alles voor doen. Eerst even kijken wat de schade is. Want Buijs is afgevoerd, Wim Mennis gekwetst van het veld. Was ook een handicap. Na 40 minuten kon ik nog maar 1 wissel meer doen. Dus op dat vlak zat het ons ook helemaal niet mee, maar goed. Dat is al een hele tijd zo, maar we blijven erin geloven, omdat het nog altijd kan. 90 minuten gezien dacht ik dat het een verdiende overwinning was. Dat het een wedstrijd was die mocht gezien worden. En we zijn tevreden. 6 punten voor. We weten waar we voor staan. We weten dat volgende week weer een ongelooflijke moeilijke wedstrijd gaat zijn. Maar ik denk dat we een goede zaak hebben gedaan. Maar we zijn er ons ook 200% van bewust dat zeker en vast nog niet gedaan was zijn. We hadden voor de partij hadden gezegd onder elkaar van jongens, doe alsof dat 0-0 is in punten ook. We gaan gewoon proberen die thuismatch hier centraal met de keel te grijpen. Goed te beginnen, goed georganiseerd staan en vertrouwen uitstralen. Ik denk ook dat we dat gedaan hebben. Dat we enkele serieuze kansen creëren waaruit dat we jammer genoeg dat niet scoren. Ik denk dat we ook niks weggeven. Tot aan het tegendoelpunt dan. Maar ja, goed, ik denk ook dat je gezien hebt dat we gewoon ons hoofd niet hebben laten hangen na de 0-1. Dat we gewoon blijven verder doen zijn en ja, dat we die hele belangrijke tegengoal gemaakt hebben voor de rust. Het probleem is misschien wel de rode kaart van CDB, hè? Ja, ik weet niet. Ik kan me de fase niet goed herinneren. Ik weet dat hij de bal speelt, dat hij springt. Dat weet ik niet of dat hij erop springt, ja of nee. Maar ja, dat deed ons toch wel pijn, want we konden niet echt niet meer uit van onder de druk komen. Of het was op de counter, waar dat we ook nog redelijk veel kansen creëren dan.
Yeah, it's two games away and two games at home. The two games that we're going to play away, we're going to try to get a point, and at home we're going to try to win our games. It can the next week can decide what's going on with the playoff three, I would say. Consequences of that red card, will you be suspended for some time? I hope not, because if we look at the image, maybe they're going to say, okay, it wasn't a red card, but I think I never deserved that red card. But the commission, they're going to decide, and we will see then in 2 or 3 days what they're going to say. Ja, nu nog 4 keer tegen STVV, het blijft toch een beetje moeilijk, hè? Ja, moeilijk zal het zeker zijn, maar kijk, we hebben nu 6 punten, we moeten gewoon naar daar gaan. Ja, toch zeker om niet te verliezen. En dan moeten we thuis afmaken dat we die 5 matchen niet nodig hebben.